Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Niels is net werken. En als je denkt van ja, maar het is carnaval in Brabant. Dat klopt. Maar dit jaar slaan we even over. Want hij kan nog niet zo goed lopen. En met hem kunnen we nog niet zo ver lopen. Dus wij hebben besloten om het dit jaar nog even niet te doen. En als Sam ook fatsoenlijk kan lopen. Om dan volgend jaar op pad te gaan. Met kindjes. Hè? Leuk hè? En dan heb ik ook gewoon gelijk kielekes klaar en alles, zodat ze lekker hun carnavalstenuutje aan kunnen doen. Want dat wil je dan wel gewoon goed hebben. Dus ik had gisteren ook al met mijn moeder erover, want ik wil op een aparte manier alles erop gemaakt hebben en zo. Dus, zodat als ze groeien, dat die emblemen ook bij hun blijven. Want hier in Oeteldonk hebben we jasjes of kielekes. En die kiel, die jasjes, er zitten altijd emblemen op. En ik heb voor Jordi geboorte-emblemen en alles. En dat wil ik voor Liam en Sam ook hebben. Iemand hier is in zijn element. Ja, afgezien van die twee. Maar hij is in zijn element. En dan staat hij op de televisie, wat Jordi absoluut niet interessant vindt. Maar hey, hij is wel lekker in zijn element. Ik heb mezelf en de kindjes even aangekleed. Dus ja, we zijn klaar voor de dag. Niet dat we veel gaan doen, maar we zijn klaar voor de dag. En was aangezet en alles. Dadelijk fruitje weer maken. Zo blijven we bezig. Houd het van de straat. Maar een huishouden heb ik toch, hè? Kom, Jordi. Kom. Kom, vent. Nee, je mag er toch niet op liggen? Gekkie. Je bent een gekke druif, jij. Je bent een wousje. Jij ook. En jou helemaal. Nee, je gaat dat niet weer doen. Echt gewoon huishouden heb ik zeg. Dan heeft hij toch pech, want in dit gezin kunnen we niet normaal doen. Hier, aan de kant broertje, zoek het uit. Af en toe is het net in de tank. Krijg je voet terug jongen. Ik heb alle drie op bed liggen. En ik ga het even gewoon laten zien. Oké, ik weet dat Jordi waarschijnlijk niet gaat slapen. Liam gaat als goed wel slapen, maar die gaat gewoon even etteren. Dat is wat Liam gaat doen. En ik laat even zien hoe dat mijn huiskamer er nu uitziet. Nou, hier ligt allemaal bende, bank overhoop. Luiers moet ik ook nog opruimen hoor, maar dat gaat ik allemaal in één ruk door. Nou, dit is nu hoe alles eruit ziet. Dan ga ik nu even opruimen. Ik heb mijn timer voor een half uur. Ik wil om 1:30, 1:30 gewoon helemaal klaar zijn. Ik ga het even gauw doen. Laat ik jullie zo het resultaat zien. Mits dat er natuurlijk geen kind tussendoor komt. Het is 1:30. Ik heb de boel provisorisch opgeruimd. Dus alle puzzels opgeruimd. Keukentjes weer schoon. Of ja, opgeruimd. Aanrecht even afgedaan, tafel even afgedaan. En dan ga ik nu even eten. En pauze houden. Want die kinderen die vreten mijn energie weg. De kindjes slapen nog. Het is uniek. Het is 2:50 en normaal zijn ze al wakker. Ik had gisteren picknick besteld. Oh, ik heb trouwens ook geüpload. Voor de mensen die het interessant vinden om te weten. Het is 2:50 en ze zijn normaal echt al... wakker. Nou ja, ze moeten maar kijken. Ik had picknick besteld. Waaronder onder andere meloen. Want Liam is heel de week thuis en hij eet zo graag meloen. Dus ik ga heel eventjes mijn boodschapjes opruimen.
zijn de boodschapjes. Ik heb eigenlijk voor vrijwel heel de week eten. Het enige wat ik vergeten ben zijn toetjes. Oh, dat vergeet ik altijd, hè. En jij, ga eens fietsen. Move. Nee, ik moet jou even hier niet hebben. Ga maar ergens anders eventjes lopen treiteren. Doei. Ze heeft de zitzak ingepikt. Nou ja, veel plezier ermee. Ben je wakker? Wil je uit bed? Wil je nog even blijven? Ja. Wil je uit bed? Ja? Wil je uit bed? Oké, mama losmaken. Okay. De rust is weer voorbij. Ik hoor Jordi ook al, dus hij is ook wakker. Ben jij wakker? Ben je wakker? Ja? Ben je lekker wakker? Ja, kom maar. Kom maar. Moet je goed erop, hè? Goed klimmen. Goed zo. Dan kan ik namelijk beter opstaan met hem. Heb je lekker geslapen? Jordi? Heb je lekker geslapen? Nee, hij lacht. Hij is aan het lachen. Heb je lekker geslapen? Zeg maar hallo. Ga weg, mensen, zegt hij. Hey, hallo. Heb jij lekker geslapen? Je bent weer een stuk vrolijker, hè? Niet zo vrolijk namelijk. Op het einde. Sam die ligt nog helemaal in dromenrand. Ben doen. Hallo? Ben doen. Zal mama hem even opzetten dan? Oh, dan kun je er ook even naar kijken. Is Jordi's nieuwe loopwagen, hè? Ja. Dit is dus Jordi's nieuwe loopwagen. Hij is een stuk groter. Maar ik heb hem even naar binnen gehaald. Hij stond nog in de auto. Zodat ik hem hier heb staan, mocht ik morgen of zo ineens in mijn kop krijgen. Om met ze te gaan wandelen. Ik had Sammy ook alweer wakker gemaakt. Hij is nu lekker aan het spelen met Liam. Jordi zit daar. Ik heb mijn eten al bekant klaar. Met de kip piri piri. Zonder paprika. Ik hoef daar alleen nog maar even de rijst te koken. Dan is dat weer klaar. Maar het is weer één grote puinbende. Maar ja, straks gewoon weer opruimen en de hele zooi. Dus we gaan het gewoon zien. Niels is boven nog heel even een beetje klussen. Zodat in ieder geval, ik word hier helemaal lijp van Liam. Want Liam die is echt, ik zweer het, die is helemaal. Maar ik niet alleen hoor. Jordi en Sam worden er ook koekoek van. Gewoon kijken wat ik kan filmen ervan. Als ik hier nou blijf zitten, dan kan ik het beter filmen. Want dan houdt hij me niet in die zin in de gaten. Daar kruipt Sam heen. Jordi staat even hier omdat hij buikpijn heeft. En dan komt hij beter poepen. Oh, nou gaat hij dus net liggen, hè? Die slimmerik. Ik heb net, ik zit al zeker, het is nu 7 uur, een half uur in het gegil. Oh, daar word je niet goed van. Ja, je wordt er niet goed van, hè, Jordi. Jordi staat hier een filmpje te kijken omdat hij gewoon buikpijn heeft. We moeten hem dadelijk ook helpen. Hij heeft echt enorme buikpijn. Ik heb de boel ook nog niet opgeruimd hier, want ik kom er niet aan toe. Ik heb wel mijn vaatwas er al aan staan, dat wel. Maar ik kom er gewoon niet aan toe, want iedere keer als ik iets ga doen, dan zit er weer een kind aan mijn been te trekken. Dus ik ben er maar even bij gaan zitten. Dan ga ik zo dadelijk alle flessen maken. En iedereen één voor één naar bed sjouwen en Niels naar beneden trekken. Ik ga heel even gauw kijken of dat ik even gauw naar Niels toe kan. Om te kijken of dat ik... Hou nou eens op! Om te kijken of dat ik eventjes kan laten zien wat hij nou precies allemaal aan het doen is.
Ik kreeg even last van opruimmoede. Tada! Ik heb één mand met speelgoed heb ik naar boven gedaan. Joef, hou op. En ik heb speelgoed uitgezocht. Dus ja, dat is wat ik heb gedaan. Gepoetst gelijk. Dus het is weer schoon voor de kinderen. Ik kreeg even echt in mijn bol. Ik werd even helemaal koekoek. Ik keek naar het speelgoed. Ik zeg tegen Niels, ik zeg, dat moet gewoon allemaal weg. Ik zeg, naar boven. Ik heb ook een tafeltje eruit gedaan, een stoel naar boven. Want daar gaat Liam nou nog niet op zitten. Dus ja, ik was gewoon even helemaal beu. En ja, over een tijdje komt het alweer naar beneden. En dan gaat het volgende weg. Ik heb ook heel veel echt baby speelgoed weggedaan, hoor. Ik doe de kleertjes van Sam, doe ik nu ook naar een goed doel toe. En daar gaat dat ook heen. Dus ik weet dat het heel goed terecht gaat komen. Dus dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar goed. Dus daar ben ik blij mee. Dus ik heb ook echt, ik denk dat ik zo'n wasmand de helft in een zak heb zitten om daarheen te doen. Dus dat heb ik nou weer geregeld. Niels is even douchen. Ik ben even aan het wachten tot het droog is, dat ik weer alles terug kan zetten en dan kan ik lekker mijn nest in. Dus dan zie je in het volgende beeld dat het alweer ochtend is en dat ik weer met de Bambix-bende ben. Een hele goede morgen. Ik heb net de erythrocine gemaakt voor Jordi. En dan denk je waarschijnlijk, erythrocine, ja, dat is een antibiotica. Voor de mensen die het willen weten. Dit is, krijgt hij niet omdat hij een ontsteking heeft. Dit krijgt hij omdat hij, ja, ik schrijf de datum op, want dit is 10 dagen houdbaar in de koelkast. Dit krijgt hij voor zijn maagleegloop. En deze maakt zelf aan. Ik heb heel lang niet gedaan, omdat ik echt zoiets had van, ik ben al met zoveel medische dingen bezig. Ik ben het dus wel uiteindelijk aan gaan maken. Voor Jordi is het namelijk zo dat als hij dit niet neemt momenteel, spuugt hij continu. Dan zit zijn maag te vol, kan zijn maag het niet aan. En dan spuugt hij continu. En het is niet spugen. Nee, het loopt gewoon naar boven. Dat is eigenlijk een beetje het ding. Dus dit, ja, ik denk dat hij dit al 3 jaar krijgt of zo. In een hele lage dosis, want wij willen hem er ook uit laten groeien. Ik ben vorig jaar rond de zomertijd gestopt daarmee. En dat ging 2 dagen goed. En toen is hij echt weer gaan spugen. Dus ja. En ik ben er ook wel van overtuigd. Hij had toen we ermee begonnen ook heel veel longontstekingen. En ik ben ervan overtuigd dat de longontstekingen hierdoor ook een heel eind weg zijn gebleven. Maar ja, dat ben ik. Ik heb schrale lippen, van heb ik jou daar. Ik weet ook niet waarom. Dus ik ga ze even insmeren en de fles van Jordi afmaken. En zorgen dat Sam en Jordi een fles krijgen. Liam heeft hem al gehad, want die staat altijd als een helikopter om me heen te helikopteren. Totdat hij zijn fles heeft en er ook al zenuwachtig van. Dus ja, vooral 's morgens moet dat niet. Dus ja, nou dat. We gaan de dag beginnen. Oh, het blijft trouwens heel veel thuis. We gaan niet, morgen gaat Jordi wel naar school. Maar dat leg ik later uit. Nu kijkt Jordi normaal niet echt naar om. Maar omdat hij dit ook op school heeft. En het dus kent. Vindt hij het leuk. En hij heeft hem nu bij zich staan. Oh, ik heb trouwens Sam net aangekleed. En hij zit er langzaam maar rustig mee te spelen. Ja, nou komt het nieuws. Dus ik heb niks meer te filmen. Ik geef dus Liam aankleden. Jordi aankleden. Ik zelf heb gewoon een shirt aan met een pyjama broek. Want we gaan nergens heen. Dus ik wil de kindjes ook een beetje simpel aankleden. Dus dat gaan we doen. Nou, ik heb van Jordi Garfield gemaakt vandaag. En het is ook lekker een lui kind af en toe. Lekker lui ook van me. Ja. Hij vindt deze zo fijn zitten. Dit zijn joggingpakken van de H&M. En ja, je betaalt wel wat voor de joggingpakken. Want deze kost iets van 35 euro, 30 euro. Maar deze zijn heel zacht van binnen. Blijven goed. Je moet natuurlijk wel uitkijken met droger en dat soort dingen allemaal. Maar ik koop ze altijd de maat te groot. Want hij houdt ervan om ze oversized te hebben. Hij vindt het gewoon niet fijn om te strakke kleding aan te hebben. Ook niet vanwege zijn buik. Oh, wat ben je aan het doen, Jordi? Hij zit weer aan het bekijken.
Je kan niet terug, hè, jongen. Dat je het even weet, hè. Dat kan niet, hè. Daar ben je veel te groot voor. Dan kan mama geen eten meer voor jou maken. Oké. Dus ja, hij vindt deze gewoon hartstikke lekker zitten. Ze zitten ook heel zacht rondom zijn buik. En dus dit is wel echt een aanrader voor mensen die een kind hebben die heel veel buikpijn heeft. Dit zijn gewoon echt hele fijne joggingpakken. En ze zien er ook nog leuk uit. Want hij heeft deze, hij heeft Disney en hij heeft Mickey. Hij heeft, deze zijn al wel wat kleiner, want die had hij dus al. Hier komt Liam even kijken. Hij had ook nog van... Hij had nog twee andere. Groene Dino en de NASA. Die zijn wel nou wat kleiner. Maar deze kan hij ook aanpassen. Beter. Maar om zijn buik zit ze nog steeds heel lekker ruim. Dus ik moet zeggen... Dat is echt een aanrader. En ze zitten gewoon super lekker. Want dat merk je gewoon gelijk aan hem. Als Jordi een te strakke broek aan heeft, wil hij er niks meer mee te maken hebben, dan wordt hij kwaad. Ja, en dit zit gewoon heerlijk luchtig. En kan hij zich gedragen als een Garfield. Wat ben je aan het doen? Waarom gooi je die naar af? Daar is trouwens Sam, die is de boel aan het slopen. Oh, dit is een kwartiertje werk voor de kinderen. Gewoon dit. Nog niet eens een kwartier. Wat ben jij aan het doen? En ik merk bijvoorbeeld bij Liam over kleding die bijvoorbeeld niet fijn zit. Als we het daarover hebben. Ik merk bij Liam dat die... bepaalde kledingstukken en zo niet prettig vindt zitten. Maar dat heb ik zelf ook. Ik heb zelf bijvoorbeeld naadloze sokken. Die bij de tenen. Ik word helemaal gek als daar een naad zit. Mijn moeder heeft vroeger gevloekt op mij, hoor. Echt, sokken voor mij kopen was zo lastig. Schoenen ook, hoor. Maar sokken voor mij kopen was zo lastig. En dat begint Liam dus ook te krijgen. Dus ik ben het een beetje aan het aankijken. Van hoe reageer jij op bepaalde dingen. Zodat ik daar een beetje op kan aanpassen. Want ik weet, als ik zelf iets niet fijn vond zitten, dan wilde ik het ook gewoon niet aan. En ik heb mij wel voorgenomen, omdat ik weet hoe het voelt, om zo kriebelig te worden ervan. En heb ik met mezelf afgesproken dat als een van mijn kinderen dit laat zien, dat ze gewoon iets echt niet fijn vinden, dan hoeven ze het ook gewoon niet aan. Dat is gewoon Niels die kan nog wel eens zeggen, doe het gewoon. Maar ik ben gewoon iemand, nee, ik weet zelf hoe het voelt. Ik ga dat gewoon niet doen. Even snel, waar de loopwagen van je broer al niet handig voor is. Daar heeft hij ook mee leren lopen. Nou, ik heb de kindjes weer naar bed gebracht. Liam is vandaag zo ongelooflijk onhandelbaar. Hij vreet het een na het ander uit. Ik word er niet goed van. Ik word echt helemaal koekoek. Hij is hartstikke hyperactief. En ja, ik weet, dan moet ik met hem naar buiten. Maar ik heb nog twee andere kinderen die dat dus niet willen. Sam die slaapt al. Jordi ligt op bed. Voor rust. Als hij niet slaapt is dat ook helemaal niet erg. Jordi heeft ook gewoon de rust in zijn bed nodig. Van zijn bed om prikkelarm te zijn. Hij heeft daar een slaapvosje. Waar hij gewoon helemaal rustig van wordt. Als hij... Hoe is het? De hond laat hier een dikke vette ruft. Als hij met zijn slaapvosje lekker in het donker, lekker geen prikkels om zich heen heeft, wordt hij ook rustiger van. En stel dat hij dus niet slaapt, dan is dat voor hem ook gewoon prima te doen. Want dan haal ik hem gewoon over een uurtje weer uit bed. Ik ga nu heel eventjes een half uurtje pakken om op te ruimen. Want het is hier weer net zo'n bende als gisteren. Ik hoef het niet eens te laten zien... De vergelijking is er net als gisteren. Dus dat ga ik heel even doen. En dan ga ik zelf even eten. En hopen dat ik op zijn minst eventjes een half uur, drie kwartier kan zitten. Hoop ik. Denk ik. Er ligt daar een heel lief hondje te slapen. Ik ga ze even knuffelen. Sst.
je lekker hier? Hm? Je zo lekker. Hm? Oh. Vind je dat fijn nu? Hm? Soms ligt ze gewoon echt zo lief te slapen en dan wil ik ze gewoon even knuffelen. En volgens mij vindt ze het ook heel fijn om even te knuffelen. Jordi heeft niet geslapen. Die is nog steeds wakker. Ik heb hem wel naar beneden alweer gehaald. En hij is een beetje hier aan het klungelen. Hij heeft wel buikpijn, dat wel. Maar ja, Liam is ook net wakker. Die gaat zo naar beneden komen. Hij is straks uit bed gevallen. En wij hebben een traphek staan voor allebei de trappen. Dus ik heb tegen Niels gezegd dat hij dat vanavond gaat installeren. Want het is niet de bedoeling dat een van mijn kinderen dadelijk van de trap afkukkelt. Of tussen een trap doorkukkelt. Dus ik heb Niels er even flink op aangesproken. Ik heb hem dat ook al vaker gezegd hoor. Dus vanavond gaat Niels die traphek erop zetten. Of dat het nou goed is of niet goed is, het interesseert me vrij weinig momenteel. Maar dat wordt vanavond gedaan. Of dat hij dat nou leuk vindt of niet. Dus, ja. Dat dus, dat, ja. En dan krijg ik misschien ook wat meer tijd om boven dingen te doen. Dat is dan weer mooi meegenomen, maar het is niet de hoofdzaak dat ik dat wil. Dus ja. Kan ik ook gelijk eventjes stiekem wat dingetjes uitzoeken. Want ik denk dat er nog wel meer weg kan dan wat ik nu al weg heb gedaan. Dus ja, dat gaan we gewoon bedenken en kijken en zien. Nou, we hebben gegeten. Niels is nu boven het traphekje doen. Daarna gaan de kindjes in bed. En ga ik hier eventjes aan de gang. Niels moet heel eventjes nog naar een vriend toe. Morgen is Niels vrij. Maar ja, daar koop ik nu niks voor. Maar hij gaat me daar wel even helpen met kindjes in bad doen en naar bed doen. Dus ja, dat. Dat is wat de bedoeling is. Jordi, die is wakker gebleven vandaag. En die is hartstikke moe. Maar ja, die moet heel eventjes nog wakker blijven om in de douche te gaan. Morgen moet hij ook naar school. Dus ja, we gaan het zien hoe het allemaal loopt. Het zal wel weer een hijsa zijn. Maar ja, we doen ons best. Hij is nog wakker. Hij wil niet slapen. Dat is al echt al avonden zo. Dus ik laat hem gewoon lekker even in rust spelen. En dan zo dadelijk nog een poging wagen. We kijken gewoon hoe het loopt. Het is echt al avonden zo. Ik film daar niet heel veel, maar het is echt zo. Even uitleg over waarom Jordi morgen gewoon naar school gaat. Ook al is het in het zuiden van het land vakantie vanwege de carnaval. Maandag en dinsdag zijn ze wel overigens dicht geweest, dat wel. Morgen zijn ze weer gewoon open. Jordi gaat naar een... Niet... Je mag het geen medisch KDV noemen. Maar het is ook geen gewone KDV. Er zitten kindjes met een beperking. Lichtverstandelijk, zwaarverstandelijk. Alles zit daar wel. Daar worden ook medische handelingen verricht. Dus ja, je kan daar ook terecht. Als je kind bijvoorbeeld een zonde heeft of wat dan ook. Wat het zeg maar is, is dat ze weten dat deze kindjes die beperkt zijn een bepaald ritme hebben en nodig hebben. En daarom hebben ze in principe vrijwel geen vakantie. Je kan er wel voor kiezen in de vakantieperiodes om te zeggen ik hou mijn kind toch thuis. Daar kiezen wij bewust niet voor omdat
punt 1, Jordi het nodig heeft. Punt 2, Jordi heeft een bepaald ritme en die willen we erin houden. Punt 3, het is gewoon in het algeheel beeld van Jordi en van ons gezin beter dat Jordi daar gewoon heen gaat. Dus wij kiezen ervoor om Jordi in principe, mits dat we niks anders gepland hebben, in vakanties gewoon daarheen te doen. Wel zijn ze op bepaalde dagen gesloten, zoals paasdagen, dat soort dingen allemaal. Dat is gewoon zo. In principe is het zo dat je altijd wel kan aangeven dat je wil dat ze in de vakantie of in bepaalde vakanties gewoon naar school kunnen. Ze vragen het ook altijd. In de zomervakantie hebben ze ook geen 6 weken, maar 3 weken vakantie. Dit is gewoon echt puur en alleen omdat het voor de kinderen beter is om ritme te houden. Ik ben moe. Maar goed, dat is het eigenlijk. Meer kan ik er niet over vertellen.